nu bij Devil's Tear. Dat is eigenlijk een rots waar de hele tijd de golven tegen botsen, waardoor het water enorm hoog in de lucht vliegt. Dat is cool, hè? Ja, Chinezen zijn allemaal nat geworden. Ja, jongen, je ziet al honderden Chinezen. Niet normaal. Ik denk dat er één grote gaat aankomen weer, jong. Nee? Ja. Ah nee, het is afgebroken. Maar kijk, dat zijn allemaal spreetogen, hè, maat? Allemaal, hè? Allemaal. Geen idee. Een soort van zwembad en hier is letterlijk niemand. Op dit stuk is helemaal niemand, kijk. Geen mens te bespeuren rondom mij. Want het grote ding is natuurlijk daar, daar hebben we er net gestaan. Ik ga eens een beetje inzoomen. Zie, daar staan alle mensen. Voor het water dat naar boven vliegt. De Devil's Tear. We staan hier nu rustig, helemaal in ons eentje. We'll be right back.
We zijn nu aan Klingling Beach, op Nusa Penida. We hebben de boot genomen, een privéboot. Dat trok echt op niks. Dat trok op niks, dat was een loesje gest. We hebben ook alles aan moeten betalen, dus als die er straks niet staat, ja, spijtig, dan blijven we hier met de brommer rondkrossen. Nee, nee. Wij zijn met de brommer naar hier gekomen. Hier zijn wij aan het rondrijden met de brommer. Superleuk. Ik vind het superleuk. Boah, valt wel mee. Ik vind het echt leuk zo. Rijden. Oh, dat is kei tof. Het is gevaarlijk als er zo auto's achter je rijden. Ja, die rijden hier allemaal zo schikken, maar je moet gewoon gas geven. Gas geven. Gas, gas. Oh, ik vind dat echt plezant. Ik vind dat heel leuk met die brommer rijden. We zijn net helemaal naar beneden geklommen, hier in de Klingling Beach. En ik heb een klein accidentje gehad. Ik weet niet of je het kunt zien. Ja. Ik ben met naar beneden gekomen tegen zo'n stomme boomstronk gebotst. Met een touw vast te pakken en zo'n vrouw die pakt die paal waardoor dat daar beweegt en waardoor ik helemaal opzij vlieg met dat touw tegen die boomstronk. En dat was echt zo'n punt. Naar mij gericht en ik ben daar los met mijn arm tegengevlogen. En dat is nu helemaal kapot. Dat is open en het doet fucking veel zeer. Ik zie er ook echt niet uit, hè. Mijn broek, jongen, die is voor de vuilbak. Allee, zwet.
Ja, een beetje verbrand. En hoe komt dat? Dat ik mij niet heb ingesmeerd. Ja, nu heb ik dat wel gedaan. Mohaha. We hebben vandaag een brommertocht gedaan. Uiteraard met de brommer. Richting Klinkling Beach. Dat is normaal maar 40 minuten rijden, 45 minuten. En wij hebben er anderhalf uur over gedaan. Want dat zijn hier kutwegen. Ja, het is echt brak. Mm-hmm. Maar we hebben het overleefd. We zijn veilig terug aangekomen in Nusa Lembongan. En Klinkling Beach was in Nusa Penida. Die beelden hebben jullie hiervoor gezien. Van het mooie strand, heel mooi. Dat is mooiste... echt zo'n strand. Als je dat foto ziet, je kunt niet inbeelden dat het er in het echt uitziet. Nee, in het echt is dat nog mooier. Immens, immens groot. Ja. En mooi. Het was wel een helse tocht naar beneden en naar boven. Super gevaarlijk. Als je in slechte conditie bent, zeker niet aan te raden. Niet doen. We hebben er 45 minuten bijna over gedaan. Om helemaal naar boven te klimmen. En ook naar beneden. Hè? En ook naar beneden. Ja. Dus dat duurt ook al eens anderhalf uur om naar boven en naar beneden te gaan. Alleen al naar boven en naar beneden. Ja. Heel gevaarlijk. Je moet de hele tijd via de rotsen. En je hebt af en toe eens een touw om je vast te houden. En wat rotte bamboestokken en houten balkjes. Dat is heel gevaarlijk. Heel veel mensen die hebben liggen sukkelen en zweten. Maar het is echt wel de moeite om naar beneden te gaan. Ja. Super mooi water. Het is echt een aanrader. Super harde golven wel die komen. Ja. Dus als je spullen daar zet, zet die altijd super hoog. Want ja, dat water komt heel onverwachts toch nog aan je spullen. Ja, want daar hadden ze zo, oh, dat ligt aan de boom hier. Ja, letterlijk sliffers zijn meegetrokken en rugzakken gewoon door het water omdat die. Zelfs een meisje, ja, die kon niet meer. Allee, die zijn ze moeten redden tussen haakjes. Want die kon gewoon niet meer recht staan. Die was omvergeslagen door het water, door de kracht van de golven. En die is gewoon echt meegesleurd. Die ging van links naar rechts. En ja, die vriend, denk ik, of een vriend, stond er gewoon op te kijken. What the fuck? Gaat die dan helpen? Dat mensen was aan het verdrinken. En dan zijn we met de brommer gereden. We waren wel een kwartier te laat voor onze boot, maar hij is op ons blijven wachten. Desondanks dat we op voorhand alles hebben betaald. Ja. Dat was echt wel risky. We hadden allebei nog nooit op een brommer gereden. Ik had dat één keer gedaan, heel lang geleden, en ik kon dat toen niet zo goed. Ik heb dat en nu hebben wij letterlijk 70 per uur op een brommer. Maar op zich, je kunt hier wel met een brommer rijden, maar. Ik raad het wel aan om te noemen. Ja, maar je mocht, zoals Lindsay veel te veel heeft gedaan, je mocht eigenlijk niet te veel stoppen. Want dan gaat dat zo en dan gaat dat zo en dan bom, 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 bom. Alleen aan de kust zijn het goede banen om te rijden. Maar dat is dan ook al, want dan kun je wel even volle gas geven en rijden. En altijd meegaan met het verkeer. Geen paniek veroorzaken voor anderen. Want als jij stopt met je brommer, de auto's achter je snappen het niet meer. En het enige wat die doen is... Tuten. Heel de tijd. Die worden dan in de war, die snappen het niet meer. Die denken, wat doen die nu, die domme toeristen, reis met brommer. Maar ja, ik ben ineens eens één keer weggeschoven met de brommer. En ik ben één keer weggeschoven met de brommer. Maar we zijn niet gevallen. Nee. Maar we zijn wel weggeschoven, zoiets. Maar ook omdat die wegen super slecht zijn hier en glad en zand. Je kunt je dat echt niet voorstellen hoe slecht dat de wegen eigenlijk zijn. Echt brak. Dat zijn zo allemaal kiezelsteentjes, maar echt diepe putten ook. Ja, en dan zo'n beetje asfalt en terug diepe putten. Dus dat is echt... Je gaat letterlijk, als je op je brommer zit, gaat je letterlijk zo. Jij komt letterlijk met je gat van je stoel als jij in zo'n putten rijdt. En je kunt die putten niet vermijden, want dat is op een gegeven moment hadden wij letterlijk kilometers lang naar boven en naar beneden alleen maar putten en zand. Ja, zand is ook echt. En daar zijn we dan allebei weggeschoven. Ja. Maar voor de rest valt het wel mee. Ja, voor de rest moet je. Is dat ook echt al leuk. Heb je dat nog nooit gedaan, dat is wel makkelijk. Ze vragen geen rijbewijs. Nee. Ze vragen geen ID of te bewijzen dat je met een brommer kan of mag rijden. Dat wil je hier niet. Een helm kennen ze hier niet. Nee. Krijg je ook niet. En uitleg krijg je ook niet. Nee. Het enige wat hij heeft gezegd is: zo doen we kofferbak open. Je hebt er toch niks in gelegd, hè? Nee. Dus zo doen we kofferbak open, zo moeten we gaan tanken. En dan hebben we nog gevraagd, ja, maar hoe aanzetten, dit, dat. Oh, gewoon zo hier op knopje duwen, hier, op, op, boom, boom, zo moet jij aanzetten. Oké, ja, en dan zijn we maar vertrokken, hè, door het drukke verkeer hier in... Dat was echt wel eng in het begin. Ja, in het begin was... Verkeer. Ja, maar het was super druk, want het was echt... Spits, zal ik maar zeggen. Yeah. In naar huis komen was het veel rustiger, hè. Het was veel minder volk. Goed. Bedankt om te kijken naar deze video en... we raden het jullie zeker aan om een brommertocht te doen op uw eigen. Ja, ook al heb je het nog nooit gedaan, je bent er vrij snel mee weg. Het eerste 10 minuten is een beetje akelig, maar vanaf dat je al eens een paar keer naar boven en naar beneden hebt gereden, kun je volle gas gaan en dan is het echt leuk. Ja, dat is echt wel tof om te doen. Om zo eens een keer.
Goed, bedankt voor het kijken. Peace out, stay exploring and see you in the next video, guys. Wij gaan nu nog even chillen en zwemmen en iets eten. En morgen gaan we naar Salor. Misschien een abandoned. En de dag daarna waterpark. We zullen zien wat er van gaat komen. Peace out, stay exploring. Bye bye, guys.